Straks in het Weekjournaal en magazine van week 12. Honden vergiftigd in het Amsterdamse bos. Raad van State heeft besluit genomen over het bestemmingsplan Amstel-eiland. En kampioenschap roeievenement Head of the River aan de Amstel. Dat en meer na de reclame. Stefab Elektronica, de speciaalzaak voor al uw elektronische benodigdheden zoals gloeilampen, inktcartridges en aansluitkabels voor onder andere audio, video en computers. Ook bij Stefab alle benodigdheden voor digitale tv via schotel, kabel en digitellen. U kunt ook terecht voor reparaties aan een elektronisch en klein huishoudelijk apparatuur. Stefab Elektronica, Amsterdamseweg 151. Domino's Pizza, voor de lekkerste pizza in Amstelveen. Nu de Supreme Pizza, rijk belegd met 5 soorten vlees. Ook als pittige variant verkrijgbaar, voor maar €4,95. Afhalen en bezorgen. Domino's Pizza, Huseplein 4, Amstelveen. Pizza, pizza, kom er aan. Just Clean It, dat kunt u verwachten bij Butter Facilities. Onze specialiteit is het schoonmaken en schoonhouden van grote ruimtes en oppervlakte van kantoren en bedrijven. Daarnaast gevel- en straatreiniging met hoge drukapparatuur. Ook uw ramen van huis of kantoor zijn bij ons in goede handen. Grote, maar ook kleine objecten worden vakkundig schoongemaakt door gespecialiseerd personeel. Butter Facilities, Just Clean It. Wifi op zolder of de tweede etage een probleem? Stefab heeft de oplossing. Stefab Elektronica, Amsterdamseweg 151. De Seat Mii is een hele belevenis. In de Mii zit je met plezier achter het stuur. Tot 1 januari 2014 betaalt u maar €18 per maand aan wegenbelasting. Ruim van binnen, pittig van buiten. Maak nu een proefrit met de nieuwe Leon. De nieuwe Leon staat voor kwaliteit en emotie en is zijn tijd ver vooruit. Rijbaanassistentie, Seat Driver Profile, standaard voorbereid met iPod, USB en SD-aansluitingen. Automaas, dichterbij dan u denkt. Website www.automaas.nl. Dichterbij dan u denkt. Mijn naam is Marjoleine Blankenvoort. Dit is een nieuw weekjournaal en magazine uitgezonden vanaf donderdag 21 maart. In het Amsterdamse bos zijn recentelijk 3 honden vergiftigd, waarvan er 2 zijn overleden.
Dierenartsen hebben vastgesteld dat het om een vergiftiging gaat, al is er nog geen uitsluitsel gegeven over wat voor soort vergif. Of er moedwillig gif is gestrooid is niet te zeggen, maar het is bijzonder rustig in het Amsterdamse bos. Ja, wij hebben via de boswachterij 3 meldingen binnengekregen tot nu toe, waarbij de bezoekers hebben gezegd dat hun hond iets heeft gegeten. Dat blijkt ook uit onderzoek van dierenartsen. Die duiden op vergiftigingsverschijnselen. Over hoeveel honden spreken we? In totaal 3 honden, waarvan er 2 zijn overleden. Er wordt ook gepraat over gifworst. Wat kunt u daarover vertellen? Dat kunnen wij niet staven. Dat hebben we ook niet vastgesteld. De dierenartsen die zeggen, die hebben natuurlijk de dieren onderzocht. En de verschijnselen die ze hebben, dat duidt op vergiftiging. Maar of dat nou vergiftiging is geweest van medicijnen of misschien van paardenmest waar medicijn in heeft gezeten. Of drugs of paddenstoelen, dat moet toch echt af worden gewacht van dat onderzoek. Doen jullie zelf nu onderzoek of doet de politie dit? De politie en de boswachterij hebben nauw contact over deze zaken, om het zo maar te noemen. Maar nogmaals, het is even afwachten wat het resultaat is van dat sectieonderzoek. Wat raadt u de hondenbezitters op dit moment aan? Nou, vanuit de organisatie komt het advies dat de mensen hun honden vooral moeten aanlijnen rondom de heuvel. Goed letten op wat de hond, of de hond bijvoorbeeld iets eet. Het belangrijkste advies is eigenlijk: hou de hond goed in de gaten en zorg dat hij niet te ver bij u vandaan gaat. Het is opvallend rustig in het Amsterdamse bos op dit moment. Is dit het gevolg van wat er is voorgevallen? Ja, dat denk ik helaas wel, ja. Normaal gesproken is deze plek waar we nu al zo op uitkijken heel erg druk bevolkt met mensen met honden. En het is nu inderdaad heel stil in het bos. Ja. Ziekenhuis Amsteland heeft haar website spectaculair veranderd. De website is nu ook te lezen in het Engels, Japans en Hebreeuws. Daarmee is de website toegankelijk voor grote groepen Amstelveeners uit Azië en Amerika. We vroegen de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Moors, waarom het ziekenhuis dit heeft gedaan. Ongeveer 15% van de Amstelveense bevolking komt vanuit het buitenland. En dat zijn veelal mensen die hier vanwege zakelijke redenen een aantal jaren zijn. Omdat wij hebben aangegeven dat wij het ziekenhuis zijn, het eerst aangewezen algemeen ziekenhuis zijn voor de hele regio Amsteland en die mensen hier wonen vanuit Israël, vanuit Japan en vanuit India, hebben wij besloten om ook een aantal websites in andere talen te voeren. Daarnaast zien wij in toenemende mate dat wij sociale media, waar de website bij hoort, gebruiken voor onze hele presentatie. Dat betekent dat wij als medisch bedrijf, ook in het kader van bijvoorbeeld onze patiëntenwerving, gebruik maken van de website, maar ook van Twitter, ook van Facebook. En dat past in het beleid zoals we dat inderdaad gebruiken als ziekenhuis om ons te presenteren naar de omgeving. Juist door het communiceren in de eigen taal kunnen wij die mensen beter bedienen, kunnen wij die mensen beter behandelen, kunnen we de afstand verkleinen. Het maken van een afspraak voor mensen met een Japanse achtergrond gebeurt veelal via de Japandesk. Via de Japandesk kunnen mensen in hun eigen taal benaderd worden. Er zitten 2 Japanse dames die zowel Japans als Nederlands als Engels spreken en die kunnen bemiddelen bij het maken van een afspraak. Op het moment dat de patiënten daar prijs op stellen, kunnen die dames ook de begeleiding doen bij het consult wat bij de medisch specialist plaatsvindt en ter plekke daar tolken. Vorige week in ons weekjournaal bespraken we het platform Zorgen voor Amstelveen. Dat is opgericht wegens de gevolgen van de bezuinigingen in de zorg. Deze week spreken we met Petra van Werkhoven, woordvoerster van de Zonnehuisgroep, om hun verwachtingen met de dreigende bezuinigingen te bespreken. Wat gaan de geplande bezuinigingen betekenen voor de Zonnehuisgroep? Nou, wat de geplande bezuinigingen van de overheid zijn, dat weten we nog niet precies. We wachten daarvoor nog op de brief van de staatssecretaris. En ook op de uitwerking van de gemeente. Maar we verwachten wel dat de verzorgingshuizen in de toekomst gaan verdwijnen. Dat zal nog wel even duren, want de mensen die er nu wonen, die kunnen daar ook blijven wonen. Maar we verwachten wel dat in de toekomst wordt ze echt intramurale zorg voor mensen die echt met een zware zorgvraag te maken krijgen. Waar moeten die dan naartoe? Een deel zal thuis blijven wonen. Dat kan ook, maar dan zullen ze wel thuiszorg moeten krijgen en dagbestedingen. Voor mensen met dementie is het wel heel belangrijk dat ze wel toegang tot dagbesteding kunnen blijven houden. Ja, daar wordt ook op bezuinigd. Ja, en dat hopen we dat nog wel gaat veranderen met de plannen die er nog aankomen van de staatssecretaris en de gemeente. Maar dementerende mensen, die kun je toch niet alleen thuis laten? Nee, dat is inderdaad wel echt ondersteuning van hun sociale netwerk moeten krijgen. Mantelzorgers? Ja,
mantelzorgers, maar een gedeelte die blijven natuurlijk, dus mensen met een ZZP5-indicatie, die blijven wel toegang krijgen tot de intramurale ouderenzorg. Maar het is wel een kaalslag die dreigt. Ja, nou, de impact is enorm, ja. Ja, het is gewoon echt een hele andere situatie. Op zich, de gedachte dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en ook inzet van meer domotica, elektronische hulpmiddelen, dat is op zich ook wel een goede ontwikkeling. Maar dan moet er wel genoeg thuiszorg beschikbaar blijven. Ja. Met de besluitvorming over het bezoekersparkeren in het stadshart in Elsrijk is er geen rekening gehouden met de bewoners uit de wijk. Dat stelt Hans Punt in reactie op het besluit van de gemeenteraad. De nieuwe regeling houdt in dat de bewoners hun bezoek moeten aanmelden via een applicatie op de mobiele telefoon of met een bezoekerspasje bij de parkeermeter. De raad heeft een voorstel van GroenLinks aangenomen, zodat het voor bewoners ook mogelijk is om hun bezoek via internet aan te melden. Wat vindt u van de nieuwe bezoekersparkeerregeling die nu door de gemeenteraad is aangenomen? Heel slecht, om de doodvoudige reden dat er op een aantal groepen in de wijk gewoon geen rekening mee gehouden is. Het punt is gewoon dat natuurlijk de bewoners totaal geen invloed hebben gehad om iets in dat hele gebeuren te doen. Ja, dat vind ik dus ook ontzettend moeilijk. We hebben inderdaad een jaar geleden als raad tegen de wethouder gezegd, u moet nog een keer met de bewoners om tafel. Want toen lag er al een voorstel en dat kon toen al niet op draagvlak rekenen. En een meerderheid van de raad zei toch eigenlijk van ja, laten we het maar doen. Dus wij hebben het voorstel gedaan om ook dat internet parkeren mogelijk te maken. En met name GroenLinks is degene geweest die uiteindelijk er echt het rapport van die werkgroep gelezen heeft. Die hebben dat als amendement in de raad gebracht. Dat is goed doorgekomen. Zit er eens doorheen. Ja. En dat vind ik wel heel knap. Want die parkeerautomaten zijn echt loeiduur. Ook dat veel mensen van die smartphone en van het internet gebruik gaan maken. Dan zullen dus maar heel weinig mensen die automaten gebruiken. En dan kan je dus echt afvragen, is dat nou de investering waard? €190.000 voor investering voor palen die we waarschijnlijk niet gaan gebruiken. Want ik ga hem beslist niet gebruiken. En het zal maar 10% uit de wijk zijn. Dus die brengen nooit hun geld meer op. Dat gaat alleen maar verlies opbrengen. En ik kan wel zeggen, ja, dat is jouw geld niet. Dat is wel mijn geld. Want ik breng het op alle ene manier breng het in de gemeente op. Wij hebben niet de indruk als GroenLinks dat we er hiermee zijn. En dat betekent dat we de komende jaren hier ongetwijfeld nog behoorlijk aan het fine-tunen gaan. En ik hoop wel dat daar alleen maar beter van wordt. Want we zijn er dus echt nog niet. Dit jaar is het nog fiscaal aantrekkelijk om een elektrische auto aan te schaffen. Maar hoe zit het met het aantal oplaadpunten in Amstelveen? Op dit moment neemt de gemeente daarvoor geen aanvragen meer in behandeling. GroenLinks dringt erop aan dat er meer oplaadpalen voor elektrische auto's worden geplaatst. Ja, we vinden natuurlijk duurzame mobiliteit heel belangrijk en de elektrische auto is een belangrijke stap de goede kant op. Op dit moment is het zo dat steeds meer mensen die elektrische auto interessant ook vinden. Maar als je nu een elektrische auto koopt, kan je in Amstelveen geen laadpaal plaatsen. Want de gemeente Amstelveen accepteert geen aanvragen, nemen ze niet in behandeling voor dat soort laadpalen op de openbare ruimte. Hoeveel zijn er nu op dit moment in Amstelveen? Ik denk een stuk of 10, misschien dat er nog een aantal in de pijplijn zitten, maar dat is natuurlijk ontzettend weinig. En wij willen dus heel graag dat aantal meer wordt. Op welke termijn moet dat gebeuren volgens u? Ja, we hebben gehoord dat er in de stadsregio net een akkoord is gesloten om voor 2 ton aan laadpalen in de regio te plaatsen. We hopen dat een deel daarvan naar Amstelveen komt. Maar omdat dat om zo'n groot aantal gaat, zal dat ook wel eens een Europese aanbesteding kunnen worden. En dan zou het misschien pas eind van het jaar kunnen zijn dat bewoners in Amstelveen weer zo'n aanvraag in kunnen dienen. Ja. Wij willen dat dat veel sneller gebeurt en het liefst nog voor de zomer. Want juist dit jaar zijn elektrische auto's fiscaal nog heel aantrekkelijk. En hopen we dus dat mensen daarvan gebruik gaan maken, want dat is goed voor het milieu. Maar dan moeten ze ook een laadpaal kunnen krijgen in Amstelveen. Ja, want 10 laadpalen, ik bedoel, dan moet je dus een hele eind rijden om naar een laadpaal toe te komen. Dan op het fietsje naar huis en dan weer de volgende dag weer naar de auto bij de laadpaal. Ja, helaas laden die auto's nog niet heel snel op, dus je moet hem echt eventjes daar laten staan. En natuurlijk willen mensen dan hem gewoon ofwel dicht bij hun werk, ja, ofwel dicht bij hun woning hun auto op kunnen laden. En het gaat niet over hele grote aantallen in Amstelveen, dus we hoeven ook echt niet bang te zijn dat er opeens een enorm parkeerprobleem komt door die elektrische auto's. Maar we moeten er wel zorgvuldig mee omgaan. GroenLinks vindt dat het aantal oplaadpalen in Amstelveen snel verhoogd kan worden naar 20 of 30 in de stad. U zag Sander Mager, fractievoorzitter GroenLinks. Overigens is zojuist bekend geworden dat de heer Mager aftreedt als fractievoorzitter. 28 maart wordt bekendgemaakt wie zijn opvolger zal worden.
De bewoners die bezwaar maakten tegen de plaatsing van een 40 meter hoge zendmast bij de Amsterdamse weg, twijfelen aan de onafhankelijkheid van de gemeentelijke commissie van bezwaarschriften die alle bezwaren van tafel heeft geveegd. Volgens hen bestaat de commissie uit ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente en dus geen echte onafhankelijke afweging maken. BMW stemt ermee in om de vrijstelling binnen het bestemmingsplan achteraf alsnog te verlenen. Daarmee is ook de afwijzing van het bezwaarschrift ingestemd. De enige weg voor de protesterende bewoners loopt nu via de rechter. Ik blijf het gevoel houden en met mij veel mensen die hier omheen wonen dat we bedonderd zijn door de gemeente. Dat de gemeente die mast heel sneaky hier heeft neergezet. Ik vind ook dat als je als gemeente een onafhankelijke interne commissie op deze zitting zet, dat je jezelf belachelijk maakt. Ik kan zeggen, het is gewoon een ambtelijke commissie. Het zijn ambtenaren en het zijn ambtenaren die niet betrokken zijn geweest, tenminste dat is wat de gemeente zegt, bij de besluitvorming omtrent de bouwvergunning. En dan krijgen ze intern het predicaat onafhankelijk. Maar ze staan natuurlijk in een directe gezagsverhouding met de bestuurders en met de gemeente Amstelveen. Er loopt nu een beroepstermijn en binnen die beroepstermijn van 6 weken na bekendmaking van dit besluit kunnen wij naar de rechtbank Amsterdam. En denkt u dat u kans maakt? Nou, er zitten zeker elementen in waarvan ik denk dat de gemeente te kort, te snel, te gemakkelijk door de bocht gegaan is en onvoldoende heeft onderzocht en gemotiveerd, met name waarom een alternatieve locatie die volgens ons naar objectieve maatstaven in alle opzichten beter is dan de huidige locatie, niet is aangegrepen om te kijken of tot verplaatsing van deze mast kan worden gekomen. De waarde van de huizen daalt door deze mast. Wat kunnen de bewoners richting gemeente daaraan doen? De wet kent de mogelijkheid om een verzoek tot planschadevergoeding in te dienen. En planschadevergoeding is eigenlijk de vergelijking tussen de planologische regimes. Wat mocht je op basis van het bestemmingsplan op die grond, dat was dus 6 meter hoog en geen gebouw. Mm-hmm. En wat er nu gekomen is, is een afwijking van het bestemmingsplan, is een mast van 40 meter hoog. Dat verschil, mm-hmm. dat vertaalt zich in een waardevermindering. Well. Als ik kijk naar die uitspraak van het Hof Amsterdam, dan ging het over 5% waardevermindering van woning. Als je op een goede dag thuiskomt, dan staat een mast van 40 meter, zonder dat je iets wist of redelijkerwijs kon weten, en dat wordt achteraf ook erkend, dan is op zijn minst wat je verwacht van een gemeente dat er echt oprecht excuses worden aangeboden voor wat er gebeurd is. Raad van State heeft het bestemmingsplan met de bebouwing van 30 luxe villa's op het Amstel-eiland aangenomen. Daarmee zijn de meeste bezwaren van de omwonenden van het eiland tegen de bebouwing afgewezen. Wel moet het bestemmingsplan aangepast worden om de ecologisch waardevolle rietkraag aan de oostelijke oever te behouden. De gemeente krijgt 12 weken de tijd om het bestemmingsplan daarvoor te wijzigen. De provincie heeft fouten gemaakt bij het verlenen van de vereiste ontheffing voor het bouwen in het buitengebied, maar dat ziet de raad door de vingers. Voorheen heeft er op de kop van het eiland een loods gestaan met een bouwhoogte van 15 meter. De toegestane bouwhoogte blijft daarom in het nieuwe bestemmingsplan 15 meter. Luistert u naar een telefonisch interview met de woordvoerder van de Raad van State, Sabine Heijstek van Leuzen. Wat is de uitspraak van de Raad van State in zaken het bestemmingsplan Amstel-eiland? Nou, de Raad van State heeft in de uitspraak besloten dat bestemmingsplan dat de woningbouw mogelijk maakt op dat Amstel-eiland grotendeels in stand is gebleven. Ja. Dan moet ik er wel bij zeggen dat we dat dus grotendeels hebben gedaan en niet helemaal. Ja. Dat heeft ermee te maken dat wij veel bezwaren van met name omwonenden ongegrond hebben verklaard, dus afgewezen hebben. Ja. Maar dat wij wel op één punt met ze mee zijn gegaan. Aha. Zij hadden vooral bezwaren tegen de bescherming van de rietkraag aan de oostzijde van het Amstel-eiland. En zij vonden dat die onvoldoende beschermd waren in het bestemmingsplan van de gemeente. Wat die woning betreft, die bezwaren zijn allemaal ongegrond verklaard. Hè. Er waren bijvoorbeeld bezwaren over de bouwhoogtes van de woningen, of dat ze het open landschap zouden aantasten en dergelijke. Ja. Nou, daarvan vindt de Raad van State dat voldoende onderbouwd is dat dat moet kunnen, moet passen in de omgeving. Daarbij geldt dan nog wel inderdaad de opdracht die de Raad van State heeft gegeven, hè, over die bescherming van de rietkragen. Ja. De woningen hebben veel al tuinen en mm-hmm. die tuinen grenzen nu nog grotendeels rechtstreeks aan het water. En daar zal dus nog wel wat aan gedaan moeten worden om die rietkragen goed te beschermen. De SP heeft het voortouw genomen in het verzet tegen het miljonairs eiland.
Wij hebben nu in de uitzending live contact met Joep van Erp, fractievoorzitter van de SP, en zijn benieuwd naar zijn reactie op het besluit van de Raad van State. Joep van Erp, goedendag. Wat is volgens u het belangrijkste in het oordeel van de Raad van State? Het belangrijkste oordeel wat ik heb gezien, dat is dat de crisis- en herstelwet wordt gebruikt, in mijn ogen misbruikt, om die bouw in Amstel-Eiland mogelijk te maken. Daarmee wordt de provinciale structuurvisie wordt aan de kant geschoven. In die structuurvisie staat hoe je het beste cultuurlandschap kunt behouden door laagbouw, door zichtlijnen. Dat wordt gewoon doorkruist en daar hebben ze de crisiswet voor gebruikt. De aanbeveling was om de tuinen niet aan de oevers te laten grenzen en dat is niet goed geregeld in het huidige bestemmingsplan. Wat vindt u ervan dat de Raad van State deze fouten door de vingers ziet? Voor ons is het belangrijkste punt die hoge bebouwing. Daar zit het meeste pijn. Nou, en als ze die hoge bebouwing niet hadden gedaan, dan was die tuin was ook allemaal geen probleem geweest. Dus de ene roept het andere op. Hadden ze een open gebied gehouden, dus ook geen hoogbouw erin, voor iedereen toegankelijk. Kijk, en als er nou sociale woningbouw op had gestaan, of je had er een educatiecentrum gemaakt, of was iemand gaan boeren daar. Alles is mogelijk, maar dit is nou voor ons de minst aantrekkelijke oplossing waar nu voor gekozen is. Bedankt Joep van Erp, fractievoorzitter SP Amstelveen. Op de zuidelijke punt van het eiland woont alleen de familie Brandt nog, die rechtszaken heeft lopen tegen de projectontwikkelaar en tegen de gemeente en daarom nog niet in onze uitzending wil reageren. Volgens Brandt moet de gemeente zich houden aan het raadsbesluit 2007, waarin gesteld wordt dat er eerst goede waarborgen voor de huurders moeten komen voordat de gemeente het bestemmingsplan kan wijzigen. Volgende week hopen we met reacties van de gemeente en projectontwikkelaar te komen. Wordt dus vervolgd. Lekker in het zonnetje liggen aan het strand in ons eigen Amstelveen. Nederland rilt nog van de kou en is in afwachting van de lente, maar de gemeenteraad van Amstelveen leeft al naar de zomer toe. Of het leuk is om een strand te hebben aan de poel. De gemeenteraad gaat de haalbaarheid hiervan onderzoeken. We spraken met de initiatiefnemer Tom Ponier. Het is een idee wat eigenlijk al jarenlang leeft onder de Amstelveeners. De laatste jaren is hier natuurlijk heel veel gebeurd aan de poel. De ijsbaan is er gekomen, de avontuurlijke speelplaats. Dus dit leek ons het goede moment om met dit idee te komen. We hebben gesproken met alle partijen en alle partijen zeiden wel van, nou dat is een goed idee. Sommige partijen hadden ook al eerder het idee om hier aan de poel iets te doen. Dus we hebben gewoon samen de handschoen opgepakt en we zijn met een voorstel gekomen. Die bezuinigingen zijn natuurlijk ontzettend vervelend. De crisis slaat hard toe en daarom gaan we hier proberen om het anders te doen. We streven naar een kostenneutraal stadstrand. Of er een klein beetje geld nodig is, dat weet ik niet. Dat gaat het onderzoek uitwijzen. Maar dat is wel de insteek van het onderzoek. Er zal zeker gekeken worden naar de parkeeroverlast hier in de buurt. Het is natuurlijk zo dat het stadstrand met name in de zomermaanden en in het weekend gebruikt zal worden. Dus er zijn er waarschijnlijk heel veel parkeerplekken vrij. Wat we proberen is te kijken naar provinciale subsidiepotjes. En we proberen natuurlijk sowieso een laagdrempelijke horecaonderneming te interesseren om hier ook te investeren. Amstelveen is hier zeker iets over te zeggen. Dit is natuurlijk gewoon grondgebied van Amstelveen. Maar het klopt inderdaad, de poel is een van onze pareltjes. En nou, laten we dan hopen dat we binnen een jaar hier naar ons eigen Amstelveense stadstrand kunnen. Misschien herinnert u het zich nog. Vorig jaar, januari, kwam een 25-jarige vrouw uit Meidrecht om het leven. Toen de bus waar zij in zat een fatale botsing maakte met de tram bij halte Poortwachter. De chauffeur heeft zijn spijt betuigd in de rechtbank. Hij had het rode licht niet gezien. Het OM eist een werkstraf van 100 uur. De uitspraak is over 2 weken. De uitschrijving van de Amstelveense Esther Jacobs uit de gemeentelijke basisadministratie heeft onlangs tot kamervragen geleid. Uit de beantwoording van die vragen concludeert de gemeente Amstelveen dat zij niets fout heeft gedaan in die procedure. Deze week werd bekend dat er meer dan 6200 spookburgers zijn in Amstelveen. Wanneer iemand die vertrokken is uit Amstelveen zich meldt bij de balie op het gemeentehuis, krijgt diegene een vinkje achter zijn naam. VOW, vertrokken onbekend waarheen. Bij onduidelijkheden wordt er een onderzoek ingesteld. De gemeente zit er bovenop. Om de gemeentelijke basisadministratie up-to-date te houden, is zo'n €200.000 per jaar extra uitgetrokken, aldus burgemeester Jan van Zanen. Tot zover het weekjournaal en dan nu verder met het magazine. De 7-jarige violist Jamie Bau heeft het Prinses Christina Concours gewonnen.
Er deden wel 140 jonge violisten mee. De jury vond Jamie de beste. Zijn 11-jarige zus Felicia Bouw werd in haar leeftijdscategorie derde. RTV Amstelveen nodigde hen uit in de radiostudio voor het programma Nieuwsradio Amstelveen van Lex Sternveld. En hoe heet jij? Jamie Bouw. En hoe heet jij? Felicia Bouw. En jullie hebben meegedaan met het... Zes Christina Concours. En in welke leeftijdsgroep zat jij? 6 tot en met de 8. 6 tot en met 8. Ik 9 tot en met de 11, ja. Oké, want jullie hebben prijzen gewonnen. Welke prijs heb jij gewonnen? Bij categorie 2 heb ik de derde prijs gewonnen. En welke prijs heb jij gewonnen? Bij categorie de eerste. Nou, je kan het talent van Jamie zien aan de manier waarop hij zijn informatie verwerkt. Hij snapt de dingen heel snel. Hij speelt heel gauw de goede noten. Hij heeft een prima gehoor, dus speelt heel snel zuiver. Even voor de duidelijkheid. Zijn zusje Felicia is ook heel erg goed, ja. Maar krijgt geen les van u. Nee. Dat is natuurlijk een heel grappige omstandigheid. Dat Felicia heeft les van Wiesje Minema, een collega van mij ook aan de muziekschool. Het is natuurlijk, je zou kunnen zeggen, een meisje heeft les van een vrouw, een jongen heeft les van een man. Dat vind ik een beetje seksistisch gedacht en onzin. Maar het werkt wel heel goed. Wat is de rol van de ouders in deze? Die is ongelooflijk belangrijk. Ten eerste moeten ouders er volledig achter staan wat die kinderen doen. Het vraagt natuurlijk dat die kinderen iedere dag moeten oefenen. Deze kinderen zijn natuurlijk duidelijk getalenteerd en ze vinden het leuk. Gelukkig hebben ze ouders die ze niet bovenmatig pushen. Als dat gebeurt, dan kun je er donder op zeggen dat het op een gegeven moment of misloopt of ze krijgen daar later last van. De lol is ongelooflijk belangrijk. Ze krijgen op de muziekschool dus gewoon hun individuele les. En daarnaast zitten ze allemaal in een orkest. En Jamie die gaat binnenkort ook solo spelen met zijn strijkorkest. Dat is het eerste strijkorkest. Basisschool De Cirkel bestaat dit schooljaar officieel 40 jaar. Tijdens het schooljaar worden festiviteiten georganiseerd om het 40-jarig bestaan te vieren met oud-leerlingen en medewerkers. Op 14 maart was er een cirkeldag geheel in het teken van het jubileum. De cirkel bestaat 40 jaar dit schooljaar. Ja, en dat wilden we natuurlijk op een hele speciale manier vieren. Dus het hele jaar door hebben we allerlei activiteiten waar 40 centraal staat. En het mondde uit eigenlijk in deze dag vandaag voor de huidige leerlingen en ouders. Mooi schoolfeest eigenlijk met een afsluiting, straks een receptie voor ouders en voor kinderen. En morgen hebben we nog een reunie, dus op vrijdag. En het reunie, daar worden alle oud-leerlingen zijn uitgenodigd. En dan verwachten we meer dan 400 man hier in het gebouw om nog even herinneringen van vroeger op te halen. Er worden ook workshops gegeven. Wat kunnen de kinderen eigenlijk verwachten? Ja, de kinderen zijn vandaag de hele dag al bezig met dansworkshops en ook workshops om kleding te maken. Het feest van vandaag dat bestond uit elke groep, alle 12 groepen, hebben een bepaald feest als thema genomen. Dus kinderen hebben iets van Halloween uitgebeeld, anderen hebben iets van een verjaardag natuurlijk uitgebeeld. Dat kan ook bijna niet anders. En de workshop bestond uit de dans, het liedje en de kleding maken. Er is ook een feestelijke voorstelling in de Meent. Wat houdt het precies in? Er is natuurlijk een organiserende commissie al weken aan de slag om deze dag tot een succes te maken. En dat mondde dan uit in die voorstelling. En het is dus niet alleen deze dag dat de kinderen bezig zijn geweest, maar ook het voorbereidende werk van een aantal ouders en een aantal leerkrachten. Welke rol spelen de ouders hier nog bij? Nou, alles wat we organiseren op de cirkel, dat wordt altijd samen door ouders en leerkrachten gedaan. Dus niet zo dat ouders iets voor de school organiseren of de leerkrachten alleen. We doen het altijd eigenlijk gezamenlijk om te zorgen dat het echt een feest van ons samen wordt. Gezonder leven, goede voeding, sporten en bewegen. Er zijn veel berichten over hoe je gezonder kunt leven. Wat betreft voeding zijn er soms tegenstrijdige berichten over wat er nou echt gezond is en wat niet. Onze verslaggever Martijn Muller ging op bezoek bij een diëtiste en ging in gesprek met sportieve Amstelveeners. Het is altijd heel belangrijk om te kijken wat eet je als gezonde basis. Dus eet je genoeg van de gezonde dingen zoals brood, melk, fruit, zodat je in ieder geval
alle voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt. Maar dat je vooral ook geen honger krijgt. Want vaak als je honger krijgt, dan ga je snel grijpen naar zoete dingen of vette dingen. Dus dat is eigenlijk stap 1. Je hoort ook vaak sporten erbij. Moet je dat meteen combineren? Hoe ziet u dat? Ja, dat kan zeker. Je gaat je sowieso altijd beter voelen van sporten. En ook frustraties kun je daarmee uiten. En dan heb je minder kans dat je dat misschien doet in emotie eten of snoepen omdat je je verdrietig voelt. Dus ja, het kan zeker. Het kan ook zeker ondersteunend zijn bij het afvallen. Veel mensen kijken naar gezonde leven. Wat doe jij daarin? Ja, 3 keer, 4 keer in de week trainen. Een beetje rennen in het bos, bootcamp. Een beetje gezond blijven. Ik ren 2 keer in de week, ik tennis 2 keer in de week en ik doe nog 1 of 2 keer in de week een beetje een krachttraining. Hoe ben jij op het moment gekomen dat je dacht van, nou, nu ga ik? Lang verhaal. Een en ander problemen geweest in mijn leven. Ik ben vroeger redelijk dik geweest. En ik vond tijd dat er een verandering in moest komen. Om ten eerste voor mijn gezondheid en tweede ook voor het uiterlijk zelfvertrouwen. Om wat meer te gaan sporten. En daar ben ik ook mee begonnen toen. Het is vaak dat iemand al start en die zegt, goh, ga een keertje mee. En zo is het eigenlijk begonnen. En dan zit je in een bepaald ritme van sporten en dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ja, maar hebben jullie ook een speciaal doel dat je zegt van nou... Nou, voor mijn conditie en dat het gewoon lekker soepel is. Ja. Dat je lekker in je vel bent, dat je je lekker voelt. Niet voor een idee dat je er super slank van wordt of zo, maar dat je lekker, je lekker bij voelt. Ik zit lekkerder in mijn vel, ik heb veel meer energie. Het voelt gewoon allemaal stukken beter. Je kijkt wat meer naar jezelf met zelfvertrouwen. Het is niet dat je elke keer zegt, een pensje of wat dan ook. Het is toch weer even wat anders. Dus. Let u ook op uw voeding, wat u eet? Nee, daarom moet ik ook zoveel rennen. Dus ik eet wel gezond, maar ik hou wel van lekker eten en een goed glas wijn. Ik zorg voor dat mijn eiwitten hoog zijn, mijn koolhydraten gemiddeld en mijn vetten laag tot gemiddeld. Gezond eten, veel groenten, veel eiwitten, weinig koolhydraten en zorgen dat je gewoon lekker in beweging blijft. Nog een tip voor de kijker die denkt van, bij mij moet het ook eens een keer gebeuren? Gewoon doen. Wat nodig is. Sport is nodig. Zomer komt eraan, dus je kan er nog beginnen. Let op je voeding. 3 keer in de week kracht en cardio is voldoende. En komen die meiden dan een beetje achter je aan? Zeker. Dat zeker. Ja, gewoon lekker blijven trainen, of lekker beginnen met trainen en voornamelijk lekker blijven bewegen. Niet te veel van andere mensen aantrekken en uiteindelijk komen de resultaten zelf wel. Gewoon gaan. Nou, ook vaak de nadruk, als je ook kijkt naar kinderen, dan is het toch af en toe schrikbarend wat je ziet. Ja. Heb je daar ook een tip misschien in naar de ouders, dat je zegt van nou dat heb ik gedaan, ik weet niet of je kinderen heeft, maar... Ja, mijn kinderen hebben altijd op sport gezeten en ik denk dat dat wel belangrijk is, dat je zorgt dat je kinderen in beweging blijven. En nu met deze mogelijkheden van internet en games en dat soort dingen, denk ik wel dat ik moet zorgen dat kinderen jongs af aan wel iets aan sport doen. En als je dat jong leert, dat je dat wel meeneemt als je ouder wordt. Heel vaak heeft het toch ook wel met eetgewoontes te maken en leefstijl. Dus het is toch wel belangrijk om meteen vanaf het begin af aan al met je kindje te verdiepen in wat is gezonde voeding en hoe kan ik dat het beste aanpakken. Nou, de ouders die hebben een hele grote rol in het geven van het goede voorbeeld. Kinderen doen hun ouders eigenlijk in alles na. Dus als je zelf als ouder zorgt dat je gezonde tussendoortjes kiest, dat je niet al te grote porties neemt, dan krijgt een kind dat meteen al mee. En verder kun je met je kind afspraken maken van bijvoorbeeld 1 keer op de dag een koekje. En op die manier hebben kinderen houvast en leren ze meteen een goed patroon aan. 17 maart was het zover. Head of the River aan de Amstel, het grootste roeievenement in Nederland dat jaarlijks gehouden wordt. Ook dit jaar waren er ongeveer 500 deelnemende ploegen die 8 kilometer aflegden van Amsterdam naar Oudekerk. Ook wethouder John Levy roeide mee. Hoe was de heat op de Amstel? Geweldig. Dankzij meneer Levy op Boeg hebben wij de balans kunnen houden. En dat is toch de techniek waar je als roeier van moet hebben. En dan kan de rest kan dan zich concentreren op de kracht en naar de Oudekerk roeien. Dus daar gaat het natuurlijk om. Achterin, soepel keren. Heel goed.
Wat was het gevoel op het water? In het begin denk je, waar zijn we weer aan begonnen? Maar als je roeit, is het, denk je eigenlijk alleen maar aan het roeien. En als je over de finish komt, denk je, heerlijk. Tom, klopt het? Ja, dat is zeker zo. Voor zo'n telletje oude heren doen we het toch nog. Het is leuk om, om te doen. En je roeit natuurlijk allemaal in je eigen leeftijdsklasse. En er zijn mannen van 43 jaar die meedoen. En wij staan aan de poel van 65 plus. Hoe was de concurrentie? Groot, zwaar, sterk. Je hebt ieder jaar natuurlijk een aantal ploegen die al heel lang samen roeien. En vroeger heel goed hebben geroeid en veel hebben gewonnen. Wij roeien nu ook al wel een hele tijd samen. Maar wij zijn niet van de categorie oud-Olympische roeiers. Hoe ging de samenwerking op de boot? Oh, dat is prima. Soms valt het, zoals dat heet, een beetje uit elkaar. Want een hele goede stuurvrouw, die houdt ons wakker en krijgt ons weer bij elkaar. Hoe was het om naar dit doel te trainen? Nou, het is elk jaar vanaf begin oktober. Dan wordt er heel serieus getraind. En dat is leuk. Altijd zondagmorgen 9 uur. Tussendoor zitten we allemaal braaf op de roeimachine. 1, 2, 3 keer per week. Dus je moet een doel hebben, anders doe je het niet meer. En het gevoel over de finish, hoe was dat? Die laatste loodjes, dat laat je je niet kennen. Dan ga je er ook dat laatste stukje energie, dat trek je er ook nog even uit. En dan tel je nog 1 keer tot 50. En dan hoor je toet en dan is het dan ben je er. Ja, en dan hoor je toet en dan ben je er. Dit was het Weekjournaal en Magazine van donderdag 21 februari. Wij wensen u veel plezier met de andere programma's en graag tot volgende week.